De neus. Ondertitel: Het macabere vak van Harry Jongen. Geschreven door Hans van der Beek. De tekst wordt gelezen door C.J. van den Berg. Hoofdstuk 4. De resten van de Dakota X-11. Nog jaren later wordt Jongen af en toe zwetend wakker. Niet van de vele stoffelijke resten die hij zag, in vele stadia van vertering bovendien. In zijn nachtmerries ziet Jongen zichzelf terug, balancerend op een drassige richel van minder dan een schoenlengte breed tegen een rots in Irian-Jaya. Hoewel, rots. Het is eerder een halfzachte massa van los gesteente. Eén misstap en Jongen zakt 150 meter naar beneden. Met zijn schoenpunt trapt hij gaatjes in de wand, die dienen als treden. En hij moet nog vlug zijn ook, want de regen spoelt de gaten weer snel weg. Geef me je hand, roept Paul Grashof, de klimexpert die Jongen voorgaat. En boven alles niet naar beneden kijken. Maar daar is het al te laat voor. Het ravijn trekt aan de voeten van Jongen, lijkt het. De angst dreigt hem lam te slaan. En waarom? Waarom in hemelsnaam riskeert hij hier zijn leven? Waarom zoveel risico voor het bergen van een paar botten? Op 28 juni 1962 vertrekt in Nieuw-Guinea de Dakota X-11 van de Koninklijke Luchtmacht van Merauke naar Biak. Aan boord bevinden zich de vijfkoppige Nederlandse bemanning, de vrouw van een marinearts met haar babytje en een Indonesische krijgsgevangene. 2 uur later, halverwege de vlucht, meldt gezagvoerder Louis Bieger dat alles naar tevredenheid verloopt. Het is zijn laatste radiobericht. Korte tijd later, als de Dakota het Karstensgebergte passeert, wordt de verbinding verbroken. Neergestort, dat is de meest logische verklaring. Maar zoeken is nauwelijks een optie. Het is bij goed weer al niet gemakkelijk om over het Karstensgebergte te vliegen en dan valt er ook nog eens 8 meter regen per jaar. Alleen door een toevalstreffer zal iemand ooit door de bewolking heen kijken, uitgerekend op de plek waar de Dakota is neergestort. En jarenlang weet ook niemand precies waar de wrakstukken liggen. Dan komt die toevalstreffer inderdaad. Op een stralende dag in 1969 ziet een Zwitsers missievliegtuigje een gecrashed vliegtuig liggen, de Dakota X-11. De plek van het ongeluk roept alleen maar meer vragen op. De Dakota bevindt zich ruim 70 kilometer buiten de geplande route en bovendien op ruim 4200 meter hoogte. En dat terwijl die piloot niet hoger zou vliegen dan 2800 meter, omdat een drukcabine ontbrak en een baby aan boord was. Een navigatiefout, concludeert de Koninklijke Luchtmacht. Maar geruchten over de oorzaak van de ramp zijn snel geboren. Op foto's van de wrakstukken zijn duidelijk ronde gaten in de staart en het achterstuk te zien. Zijn het inslagen van kogels of mortieren? Is de Dakota X-11 neergeschoten door de Indonesische luchtmacht? Of misschien wel door een eigen Hawker Hunter? Het was er in die dagen in Nieuw-Guinea chaotisch genoeg voor, zo wordt beweerd. Jarenlang houdt adjudant Arie van der Graaf, baas van de gravendienst en dus ook van sergeant der eerste klasse Jongen, een open ticket gereed naar Irian-Jaya, zoals Nieuw-Guinea is gaan heten. Een mens moet hoop hebben. Wie weet komt op een dag de opdracht om zich gereed te maken voor de berging van de bemanning van de Dakota. Harry Jongen deelt die hoop niet. Het Karstensgebergte is ruw en levensgevaarlijk, al helemaal voor niet getrainde klimmers. Maar Van der Graaf ziet het probleem niet. Klimmen is niet nodig. Je wacht gewoon tot de lucht opklaart en dan daal je uit een helikopter naar beneden. Van der Graaf vertelt jarenlang dat hij op het punt staat af te reizen naar Irian-Jaya tot vlak voor zijn fut in 1975 toe. Jongen zwijgt, maar zet er zijn vraagtekens bij. De lucht in het Karstensgebergte klaart gemiddeld een dag of 4-5 per jaar op. Hoe stelt Van der Graaf zich dat voor? Jongens, de zon schijnt in Irian-Jaya, snel, snel achter je bureau in Bussum vandaan. Nee, die Dakota wordt nooit wat. Jongen volgt de verhalen in de krant niet eens meer.
Zodoende weet hij niet dat in 1989 Harry Rudolf, zoon van een van de slachtoffers, de adjudant-vliegtuigmonteur Frans Rudolf, en in zijn eentje inslaagt de wrakstukken te bereiken. Als bewijs maakt hij videoopnames en foto's. In het najaar van 1990 stapt hij met zijn verhaal naar De Telegraaf. Het ministerie van Defensie is behoorlijk in verlegenheid gebracht. Als daadwerkelijk één man met één landkaart en één kompas in staat is naar het wrak te klimmen, dan kan het Nederlandse leger moeilijk volhouden dat de Dakota X-11 onbereikbaar is. Bovendien dreigt de Telegraaf op eigen kosten een expeditie naar Irian Jaya te sturen als Defensie niet snel een missie stuurt. Zo wordt de berging van de Dakota voor Defensie een erekwestie en lopen ze risico gezichtsverlies te lijden. Defensie kan er niet meer onderuit. Ze nodigt Rudolf uit om de route naar het wrak uit te leggen en tijdens dat gesprek blijkt Rudolf een ideale reisgids. Hij spreekt de taal en heeft na zijn vele reizen naar het gebied de nodige contacten met plaatselijke bergbeklimmers. Zo weet Rudolf te vertellen dat een groepje Indonesische studenten uit Bandung al in 1981 het wrak vonden. De skeletresten die zij aantroffen stopten ze in een schoenendoos gewikkeld in een plastic zak. De doos begroeven ze onder enkele stenen bij het wrak. Die stoffelijke resten zijn dus alvast makkelijk te vinden. Tenminste, als de Papoea's ze hebben laten liggen, vertelt Rudolf. De Papoea's komen ook op 4200 meter hoogte en het zijn notoren kraaltjesverzamelaars. Ze hebben wellicht alle persoonlijke bezittingen meegenomen. En het zijn koppensnellers, dus ook de meeste botten zijn misschien al weg. Defensie stelt een expeditieteam van 7 mannen samen. Leider is Bill Christiaans, als luitenant-kolonel de hoogste in rang. Hoewel formeel niemand is geïnteresseerd in de oorzaak van de crash, zal Christiaans, hoofdsectie Vliegveiligheid Luchtmachtstaf, zeker willen vaststellen dat de Dakota niet is neergeschoten, al was het om de Telegraaf gerust te stellen. John van den Berg, luitenant van de bergingsdienst van de luchtmacht, is aanvankelijk niet uitgenodigd. Het doel van de missie is dan ook puur het bergen van de stoffelijke resten. Maar Jongen, die regelmatig met Van den Berg samenwerkt bij de berging van neergestorte vliegtuigen, begint een lobby bij de toenmalige kolonel Drosten en Van den Berg mag alsnog mee. Zo'n reisje naar de tropen gun je een goede collega wel. Sergeant-majoor Henk van Jaarsveld is chirurg te velde en overlevingsspecialist. Van Jaarsveld is een commando uit het boekje. Grote snor, gemillimeterd haar, eentje die als het moet sprinkhanen eet. Paul Grashof, een Nederlandse ingenieur die in Jakarta woont, is de bergbeklimmer van het stel. Samen met Van Jaarsveld moet Grashof de veiligheid van de overige expeditieleden garanderen. Naast Harry Rudolf is dat Jaap-Jan Reilaarsdam van Defensievoorlichting. Hij doet de verslaggeving. Op woensdag 30 januari 1991 vliegt het zevental naar Jakarta. De stemming is goed. Het is tenslotte een buitenkans. Een andere cultuur, uitstekend weer, prachtige natuur en nog een beetje klimmen ook. Jongen beseft geen moment wat hem te wachten staat en wat 4200 meter hoogte met een mensenlichaam doet. Er gaan inderdaad zuurstofflessen mee, dat ziet Jongen ook. Altijd lekker, beetje zuurstof. Als we daar gebruik van moeten maken, is het niet goed, waarschuwt Van Jaarsveld. Daarom mogen we niets overhaast doen. Hoogteziekteverschijnselen? Jongen heeft er nog nooit van gehoord. Het blijkt levensgevaarlijk als je te snel naar grote hoogte stijgt, net zoals het levensgevaarlijk is te snel te diep te duiken. Vocht hoopt zich op in de hersenen en dat kan binnen enkele uren fataal zijn. De eerste symptomen zijn hoofdpijn en braakneigingen. Jongen komt als beste uit een conditietest, afgelegd vlak voor vertrek. Daarom wordt Jongen de graadmeter voor de groep. Als hij last krijgt, lopen ook de anderen gevaar. Veel acht slaat hij er niet op. De eerste dagen in Indonesië, acclimatiseren heet dat, verhogen de vakantiestemming. Sightseeing hier,
Etentje daar. Een kleine week later vliegt het gezelschap met een Fokker 100 naar Timika, een stadje in het zuiden van Irian-Jaya. In terreinwagens rijden ze naar het mijnwerkersstadje Tembagapura, ofwel Koperstad. Binnen enkele tientallen kilometers klimmen de terreinwagens vanuit de beboste laagvlakte van Timika naar de kille bergkam van Tembagapura op 1800 meter hoogte. De rit duurt een paar uur. De expeditieleden blijven water drinken en plassen. Doorspoeling voorkomt de gevreesde vochtophoping. Vanuit Tembagapura, een luxe nederzetting waar de werknemers van het Amerikaanse bedrijf Freeport Mining Incorporated met hun gezinnen wonen, voert een kabelbaan naar de mijn, nog eens 2000 meter hoger. De lift, groot genoeg voor vrachtwagens, brengt de mannen in 3 kwartier boven. Het is de bedoeling om een dagje te acclimatiseren in Freeport op 3880 meter hoogte en dan vanuit het helikopterplatform naar de wrakstukken te vliegen op 4240 meter hoogte. Ter vergelijking, de Mont Blanc is niet veel hoger, 4807 meter. Al snel blijkt dat de mannen toch veel te enthousiast de hoogte zijn ingegaan. Bijna iedereen heeft last van hoofdpijn en lusteloosheid. Eetlust heeft niemand. Ze besluiten terug te keren naar Tembagapura om daar nog een dag of twee te wennen. In een door militairen afgeschermd basiskamp van Freeport, voornamelijk bevolkt door Indonesiërs en Amerikanen, wachten de expeditieleden tot het hen beter gaat. De televisie staat de hele dag op CNN. De golfoorlog is uitgebroken, wat de reden was voor de NOS om toch geen camerateam mee te sturen. Tijdens een oorlog is niemand geïnteresseerd in een berging in Irian-Jaya. In de kantine volgen de Amerikanen het live verslag van de oorlog op CNN, eten op schoot en juichen bij elke raketinslag. Na anderhalve dag in Tembagapura zijn de expeditieleden alweer wat opgeknapt. En uitgerekend die dag is een van de spaarzame wolkenvrije dagen van het jaar. Op vrijdag 8 februari vliegt het expeditieteam naar de wrakstukken van de Dakota X-11. De problemen met de hoogteziekte zijn voorbij. De lucht is blauw, de zon schijnt, de vakantiestemming is helemaal terug. Maar die is ook weer snel voorbij, zodra ze landen op de plek van de crash. Verspreid over een gebied van 4000 vierkante meter ligt wat is overgebleven van de Dakota X-11. Alleen de verkreukelde vleugels en de romp zijn nog herkenbaar. Het staartstuk is relatief ongeschonden. 200 meter lager liggen 2 motoren. Overal weerkaatsen stukken aluminium het zonlicht. 100 meter hoger, tegen een ruwe rotswand, is duidelijk te zien waar de Dakota bijna 30 jaar geleden is te pletter gevlogen. Het is hier doodstil. Jongen ziet planten die hij nooit eerder zag. En voortdurend is er de dreiging onderuit te glijden. De steile rotswand is vergeven van glad mos en losse stenen. En in de diepte kijkt jongen naar een vrije val van 1,5 kilometer. Het lijkt wel of hij er naartoe wordt getrokken. Grashof is al begonnen met het spannen van touwen tussen de rotsblokken als enig houvast. Het plan is die eerste dag te gebruiken om langzaam te wennen aan de hoogte van 4200 meter. Maar daar komt het niet van. Uiteraard niet. Dit zijn echte mannen. En bovendien moeten ze profiteren van het goede weer. Het team zet de tenten op en gaat meteen op zoek naar de stoffelijke resten. Jongen klautert tussen de wrakstukken. Een afgebroken wiel, een radio, een kinderwagen. Vooruit komt hij nauwelijks. De ijle lucht, de vermoeidheid. Het lijkt wel of hij een panzervest draagt. Langzaam dringt het tot hem door. Waar is hij terechtgekomen? Hoeveel risico mag je nemen om stoffelijke resten te bergen van mensen van wie al lang vaststaat dat ze zijn overleden? Natuurlijk, de nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden hebben een kaarsje opgestoken voor de expeditieleden. Daar doet jongen het dan maar voor. Van den Berg ontdekt een hoopje stenen dat er onnatuurlijk uitziet. Eronder ligt een doos.
Jongen opent de doos en die blijkt tot de rand toe gevuld met botfragmenten. Dit is de schoenendoos waarover Rudolf vertelde, met de stoffelijke resten die de Indonesische studenten in 1981 vonden. Jongen analyseert de botfragmenten en vindt uiteindelijk delen van 3 rechterbovenarmen. Van 3 inzittenden zijn dus al stoffelijke resten gevonden. Binnen het team heerst meteen een hoera-stemming. Want het is natuurlijk onmogelijk alle resten te vinden. Dat zijn 8 x 214 botten, bijna 2000 botten. Het zou maanden vergen om de volledige 4000 vierkante meter te doorzoeken. Bovendien, het is maar de vraag of alle botten er nog liggen. Jongen weet niet welke vogels hier leven, misschien wel vleeseters. En de koppensnellende Papoea's niet te vergeten. Zoals Rudolf zegt, hier lagen allemaal hapklare brokken. Als het tegen 6 begint te schemeren, zoeken de mannen hun tent op voor een opgewarmd blikje gevechtsrantsoen en een paar plakjes astronautenvoer. De volgende ochtend, zaterdag 9 februari, wordt jongen wakker met een kater, lijkt het. Hij voelt een constante druk in zijn hoofd. Het zal wel de slechte nachtrust zijn. Geslapen heeft hij nauwelijks, gewoeld des te meer. Zijn het de hoogteziekteverschijnselen al? Is het toch de harde grond? Of zijn het, ook logisch, de vele indrukken van de eerste dag? Niet zeuren. Iedereen heeft het zwaar en de anderen hoor je ook niet. Over een beetje koppijn gaat een militair niet klagen. De regen begint te tikken op het tentzeil. Ook dat nog. Jongen zet thee op zijn priempje en pakt een astronautenkoekje. Het smaakt hem allemaal niet, maar dat is bijzaak. Het zoeken naar de stoffelijke resten en alles wat tot de identificatie van de bemanning kan leiden, gaat weer beginnen. De regen neemt al maar toe. De expeditieleden zoeken urenlang naar alles wat lijkt op bot. Bij elke vondst wordt jongen geroepen. Ondertussen kijken Van den Berg en Christiaans of ze de oorzaak van de crash kunnen vaststellen. In het achterstuk, vlak onder het verweerde rood-wit-blauw, zitten inderdaad ronde gaten. Maar, zo blijkt al gauw, kogelgaten zijn het niet, daarvoor zijn ze te groot. Dit zijn inslagen van gesteente. Of misschien is een cilinder dwars door het plaatwerk geslagen. Verder liggen de wrakstukken precies op de plaats waar ze horen te liggen na een frontale crash. De lichtste delen aan de voet van de berg, de zwaarste delen het verst weg. De Dakota moet ongelooflijk hard tegen de wand zijn geslagen. Waarschijnlijk hadden de inzittenden niet eens de tijd om te schrikken. Een navigatiefout, concludeert Christiaans. De klachten van jongen verergeren in de loop van de dag. Hij is ontzettend snel moe. Alles gaat vertraagd. De regen verandert de graslaag op de harde rotsen snel in een zompige massa die zich vastzuigt aan de laarzen. Het slow motion effect wordt er alleen maar door versterkt. Tegen de avond is jongen zijn eetlust kwijt. Hij drinkt wel wat, maar daar wordt hij meteen misselijk van. En dat terwijl hij zoveel mogelijk moet drinken, wordt hem ingeprent. Jongen drinkt tussen de braakneigingen door. De druk op zijn hersenen neemt snel toe. Jij hebt hoogteziekteverschijnselen, zegt Van Jaarsveld, als die de klachten van jongen hoort. Kun je plassen? Dat kan jongen niet. Dat is niet goed, Harry. Als dat vocht zich ophoopt in je hersenen, kan dat levensgevaarlijk zijn. Je krijgt plaspillen van me. En als je toestand in de loop van de nacht niet verbetert, dan moet jij van deze berg af. De plaspillen werken uitstekend. Jongen loost meteen 1,5 liter. Het lucht wel iets op. Maar de druk op zijn hoofd wordt niet minder. De kater blijft. Zit hij daar misselijk als een ziek vogeltje op een rots, het leidend voorwerp van de groep. Het maakt jongen niet uit. Daar is hij te moe voor. Slapen wil hij, meer niet. Dan gaat het straks vanzelf wel wat beter. Zijn lichaam moet gewoon nog een tijdje wennen. Maar die nacht gaat het niet beter. Integendeel. Jongen is continu misselijk, de braakneigingen gaan geen moment meer weg, uren achter elkaar. Zijn hoofd kan elk moment barsten, lijkt het. Nooit heeft jongen zich ellendiger gevoeld. Zelfs doodgaan klinkt als een redelijk alternatief. Sterven, dat moet dan maar.
alles beter dan dit. Wie stuurt hem ook in godsnaam op een missie als deze? Een team van goedwillende mensen, maar totaal niet opgeleid. Hier worden mensenlevens op het spel gezet voor, oneerbiedig gezegd, een stel botten. Nee, het is duidelijk. Jongen moet hier weg. Weg van die berg. Al moet hij alleen. Al moet hij lopen. Zodra de zon opkomt, is jongen weg. Grote jongen die hem kan tegenhouden. En daartoe doet Christiaans inderdaad een poging als de zon enkele uren later is opgekomen. Harry, jij kunt niet zomaar de groep verlaten. Maar jongen, is de reden inmiddels ver voorbij. Het interesseert me niet. Ik ga desnoods alleen, maar ik ben hier weg. Ergens weet hij ook wel dat dat onmogelijk is. Hij kent de weg niet als hij al een kans maakt in de steile kloof. Maar dat is allemaal van later zorg. Allereerst weg hier. Harry, dat overleef je niet, probeert Christiaans nog. Dan maar niet, maar ik moet nu van die berg af. Na jongen de zondvloed. Van Jaarsveld heeft jongen ondertussen goed bekeken. Hij zegt, Harry moet inderdaad zo snel mogelijk naar beneden. De symptomen, zijn gedrag, alles wijst op de hoogteziekteverschijnselen. Ik durf te wedden dat hij zich meteen een stuk beter voelt zodra hij een 200 meter is gedaald. Er wordt telefonisch contact gelegd met de Amerikanen in Freeport en om een helikopter gevraagd. Dat blijkt onmogelijk. Het weer is te slecht om te vliegen en het wordt die dag naar verwachting alleen maar slechter. Dat is niet erg, zegt Van Jaarsveld. Lopen is zelfs beter dan vliegen. Dan verandert de hoogte geleidelijk. Grashof, de klimexpert, zal met jongen meegaan. Dan zet hij meteen de lijnen uit voor de afdaling van de anderen. Van Jaarsveld, tenslotte de medicus van de groep, daalt mee totdat jongen zich beter voelt en keert dan terug. Die anderen kunnen tenslotte ook niet meer te lang wachten, want ze wisten, als jongen last krijgt, krijgt de rest het onherroepelijk ook. Jongen gaat nog een keer aan de zuurstoffles. Hij wacht heel even of het weer deze ochtend nog opklaart, tegen beter weten in. De regen neemt alleen maar toe. Dan nemen Grashof, Van Jaarsveld en jongen afscheid. Trek het je niet aan, Harry, zegt Christiaans. We hebben toch al genoeg stoffelijke resten. De missie is al geslaagd. En bovendien kun je niet het risico lopen dat je blijvend invalide raakt. Van Jaarsveld stopt jongen nog enkele marsrepen toe. Energie voor onderweg. Dan begint de afdaling. Grashof voorop, jongen er 3 meter achter. Van Jaarsveld daar weer 3 meter achter, met touwen aan elkaar vast. Grashof slaat binnen in de rotswand, die soms 45 graden is, maar meestal steiler, op sommige plekken zelfs 90 graden. Met de rechterhand steunen de mannen op de wand, de linker klampen ze vast aan het touw. Op sommige stukken kan jongen lopen, balancerend. Op andere stukken schuift hij op zijn billen naar beneden of kruipt hij op zijn knieën achteruit. Soms is een rotsblok zijn houvast, soms een graspol. En voortdurend heeft hij zicht op het gapende ravijn dat aan zijn benen trekt. En, alsof het al niet zwaar genoeg is, moet jongen ook nog eens meehelpen de route uit te zetten voor de anderen. Touwen spannen, pinnen in de wanden slaan. Jongen doet het, zijn verstand op nul. Voortdurend prent hij zich 1 ding in zijn hoofd, dit duurt niet lang meer. Een paar 100 meter de kloof in, dan de kloof weer uit en achter die bergrug is hier. Dat kan jongen zich nog goed herinneren van de heenvlucht met de helikopter. Freeport. Die naam krijgt opeens een heel andere klank. Denk erom, zegt Grashof, concentreer je. Iedere misstap kan fataal zijn. Stel mij niet te moeilijke vragen, zegt jongen. Hij twijfelt of hij 31 mei nog wel zal halen, de dag dat hij gaat trouwen met Loes. Al is hij eerlijk gezegd zo misselijk dat hem dat eigenlijk ook niks meer kan schelen. Dan maar niet trouwen. Pech gehad. Er zijn belangrijker dingen in het leven. Dat die vervloekte braakneigingen verdwijnen bijvoorbeeld. Jongen volgt Grashof als een schaduw, de blik op oneindig. Hij denkt alleen, blijf in de buurt van Grashof. En die helling over en je hebt het gered. Het is Grashof die jongen er doorheen sleurt. Geef niet op, Harry,
zegt hij keer op keer, ik breng je thuis. Grashof coacht jongen. Luister naar mij. Denk niet, dit durf ik niet of dit is te steil. Doe wat ik zeg en alles komt goed. Hij beurt hem op. Zie je wel, gaat goed. Ben je weer een stuk opgeschoten? Grashof liegt. Je hebt echt aanleg voor klimmen. En relativeert. Volgens mij maak je van klimmen nog eens je hobby. Motiveert. Bedenk, Harry, de anderen hebben het straks gemakkelijker door jouw inzet. Als wij deze tocht stevig uitzetten, hebben zij daar nog profijt van. Dat laatste doet jongen wel een beetje goed. Langzaam komt zijn sociale instelling terug. Het gaat toch alweer wat beter met hem, precies zoals Van Jaarsveld voorspelde. Ongelooflijk. Een paar honderd meter hoger had hij er oprecht vrede mee als hij ter plekke zou sterven. En nu krijgt hij weer langzaam lekkere trek. Terwijl jongen een paar marsrepen eet, slaat de stemming in zijn hoofd om. Jongen zal die andere zijn poepie laten ruiken. Zijn trots heeft daarboven toch een deukje opgelopen. Zat hij daar als het zulletje van de klas aan de zuurstoffles en moest hij onder begeleiding worden afgevoerd. Maar hij was in ieder geval wel het verstandigste zulletje van de klas. Toen jongen zijn klachten bekende, hadden de anderen ook opeens last. Nee, hij zal ze eens bewijzen dat hij wel degelijk een klimgeit is. Het nieuwe elan van jongen is Grashof opgevallen. Het gaat alweer wat beter met je, zie ik. Je houdt er een lekker tempo in. Petje af. En dat voor iemand zonder klimervaring. Inderdaad, zegt Van Jaarsveld, en dan te bedenken dat je boven echt niet te genieten was. Je had echt zo'n nonchalante houding van, jullie zien maar. Lopen blijkt het medicijn. Zo is het lichaam van jongen goed in beweging en kan het zich geleidelijk aanpassen aan de hoogte. Nu jongen weer de oude is, neemt Van Jaarsveld afscheid en klimt terug naar boven. Grashof en jongen dalen af in de kloof, 400 meter lager. Het mot regent de hele tijd. Onderin begint het te hozen. Het dak van de kloof wordt gevuld met donkere wolken, ongeveer op de hoogte waar hun kameraden wachten op beter weer, in de hoop dat een helikopter hen kan komen halen. Jongen neemt nog een marsreep. Mars. Het klinkt misschien wat pathetisch, dat weet jongen ook wel, maar die marsen hebben hem in leven gehouden. Zo voelt het in ieder geval wel. Grashof en jongen beginnen aan de klim naar boven, terug naar ruim 4000 meter over de bergrug. Jongen heeft zijn goede moed helemaal terug. De klim gaat goed en dan volgt de beloning. Boven op de bergrug kijkt jongen de volgende kloof in op zoek naar het bevredigende uitzicht op Freeport Mining Incorporated. Hij ziet niets. Mooi, zegt Grashof, nu hebben we de helft erop zitten. Die helling daar weer op en dan aan de andere kant naar beneden. Dan zijn we bij het basiskamp. Jongen voelt hoe die steeds kleiner wordt. Dat meen je niet. Jawel, en ik ben bang dat die helling voor ons wel eens een stuk zwaarder kan zijn dan wat we achter de rug hebben. Dat meen je niet. Iets anders kan jongen niet verzinnen. Harry, luister, doe precies wat ik zeg. Kijk goed uit waar je je voeten zet en blijf je concentreren. Denk maar aan één ding. Bovenaan de berg wacht ons een warm bad en een borrel bij de ambassadeur. De regen stort naar beneden als jongen, het verstand snel weer op nul, de tweede kloofwand beklimt die, inderdaad, een stuk zwaarder blijkt dan de eerste. Dit is een helle gang. Dacht jongen gisteren nog dat deze kale hoogte te voet van de hemel moest zijn, vandaag weet hij beter. En dit is dan die droomreis waar Arie van de Graaf zich jarenlang op verheugde. De kracht stroomt uit de benen van jongen. Daar helpt zelfs geen mars meer tegen. Ook mentaal is jongen bijna leeg. De route naar boven leidt langs een richel van minder dan een schoenlengte breed. Voetje voor voetje schuift jongen opzij. Met de punt van zijn schoen schopt hij gaten in de halfzachte rotsmassa als een soort treden. Zijn armen zijn recht omhoog gestrekt, op zoek naar houvast, een graspol, een scherpe rots. Eén misstap en hij valt 150 meter naar beneden. Geef me je hand, roept Grashof, en hij steekt zijn glibberige, vuile hand uit en kijkt niet naar beneden.
te laat. Jongen voelt hoe het ravijn om zijn middel hangt. Niet in paniek raken, schreeuwt Grashof. Kijk naar mij, Harry. Vertrouw op mij en geef me je hand. Geef me godverdomme nu je hand. Jongen ontwaakt uit zijn roes en steekt zijn hand uit. Grashof trekt hem veilig van de richel. Samen uit, samen thuis, zegt hij. Jongen kan alleen maar stil voor zich uitkijken. Maar korte tijd later vindt hij zichzelf weer terug op een richel. Eenzelfde smalle, weke richel. Met de regen van boven en het ravijn beneden, balancerend aan een polgras. Dan wil jongen nog maar één ding: zitten. Waar, weet hij niet. Hoe, ook niet. Maar jongen wil ergens zitten en niet meer opstaan. De angst dreigt hem letterlijk lam te slaan. En weer is het Grashof die hem er doorheen schreeuwt. De beproeving is daarna nog niet voorbij. De route voert onder een waterval. En uitgerekend daar waar het water met bakken naar beneden valt, zit een spleet in de rots. De spleet is 1,5 meter breed, net te ver om overheen te stappen. Dat wordt springen. Nu is een sprong van 1,5 meter normaal gesproken geen probleem. Maar jongen moet zich afzetten van een ongelijke, glibberige rotsmassa, door een muur van water heen en ook weer neerkomen op eenzelfde glibberige ondergrond. Ik mag hier niet sterven, denkt jongen. Gelukkig heeft hij een uitstekende relatie met het hiernamaals, zegt hij altijd maar. Ten slotte is jongen talloze malen de brenger van het goede nieuws aan de nabestaanden. Uw dierbare is terecht. Door zijn werk kan het rouwproces beginnen of worden afgerond. Jongen stelt zich wel eens voor dat hij, door zijn goede contacten met de dood, als eerste in aanmerking komt voor onsterfelijkheid. In ieder geval, zo heeft hij met Petrus afgesproken, wordt hij 92, als dank voor bewezen diensten. Hij meent het serieus. Het getal 92, dat voelt op de een of andere manier goed aan. Jongen haalt 3 keer adem en springt. Zijn voeten vinden voldoende steun op de gladde ondergrond. Grashof vangt hem op. Van nu af valt het mee, Harry. Blijf geconcentreerd, dan pakken we de rest ook. Na een martelgang van ruim 7 uur komen Harry Jongen en Paul Grashof aan bij het helikopterplatform van Freeport Mining Incorporated. Doodmoe, mentaal zo mogelijk nog meer dan fysiek. De twee mannen laten zich vallen op de kale grond, naast elkaar, zwijgend, de ogen gesloten, minutenlang. Het regenwater stroomt in hun gezicht. Als ze eindelijk overeind komen, toosten ze met een mars. De rest van het team arriveert de volgende dag. Pittig klimmetje, hè, zegt Christiaans. Zo gaat dat, mannen onder elkaar. Voor vertrek werd nog een gedenkteken en een krans onder het inslagpunt gelegd. Het team is er ook in geslaagd van alle inzittenden van de Dakota X-11 enkele stoffelijke resten te vinden. Zelfs van de baby is een stuk van het bekken gevonden en een schoentje. Ingehuurde Papoea's halen de stoffelijke resten en de bagage op. Voordat het zevental terugvliegt naar Nederland, leggen ze een krans op het ereveld Mentengpulo in Jakarta. Daar worden de overblijfselen van de krijgsgevangenen en de moeder en haar kind begraven. De 5 Nederlandse bemanningsleden, militairen tenslotte, worden begraven op het ereveld in Loenen. Om de regelgeving in zaken het verzenden van stoffelijke resten van het ene land naar het andere te omzeilen, gaat het pakketje als diplomatieke post met de expeditieleden mee naar Nederland. De nabestaanden zijn er blij mee. Maar jongen blijft toch met een onbehagelijk gevoel achter. Eerst kijkt Defensie jarenlang niet naar de Dakota om en dan sturen ze er opeens een team naartoe, zonder enige klimervaring naar een onherbergzaam gebied. Mannen met vrouw en kinderen thuis. En was het de moeite waard? Enkele families zijn blij gemaakt, dat is waar. Maar jongen of iemand anders had zonder veel fantasie dood kunnen blijven. Of minimaal blijvend letsel kunnen overhouden. Dan had die begrafenis in Mentengpulo en Loenen er heel anders uitgezien. Het is
maar goed dat jongen zo'n goede relatie heeft met Petrus.